Vandaag gaan we wel eens niet eens of liegen of lief zijn. Wat zit er in deze doos? Maar, oh, ja, oh. Maar nu kan ik zelf niet praten. Maar er zit een dinosaurus in met een grafsteen waarop staat 2018 tot 2021. Diplodocus. Dat is waar, denk ik. Zou Mo liegen of niet? Ik denk dat het waar is. Weinig of zo, denk ik. Okay, hij leest het heel letterlijk op. Nou, je moet dus gewoon zeggen wat er in de doos zit en of je de waarheid spreekt of niet. En dan mogen wij raden wat het is. Maar kies vooral wat jij denkt dat goed is. Hè? Je moet niet als ik iets zeg of is, dan moet je iets denken van, oh, dat is het. Ik denk dat Mo ook de waarheid heeft gesproken. Hij las het te veel. Ja. Oh, wat goed. Oh, dit is wel leuk gemaakt dit, hè. Diplodocus. Nou, dan gaan we gewoon kijken wie de beste leugenaar is. Maar hoe gaan we dat doen? Als een van ons het doet, gewoon zo? Ja, zo niet kijken. Ja, inderdaad. Okay. Ja. Ja, wat is het? Dit is een soort banaan met ogen die zijn buik opentrekt. Of zo? Of zo. Ja, hij trekt zijn buik open. En hij staat op een ijsbaan, maar... Het staat toch voor je neus? Ja. Maar ja, ik zit te kijken, kan je nou een paar dingen waar zeggen, een paar dingen niet waar? Dan weet je niet of het nou... Nee. Het kan wel, want het is een banaan. Oké, het is een banaan op een ijsbaan die zijn buik openhoudt. Nou, ik zeg waar. Maar... Ja, ik zeg ook waar, maar als Jacco het niet zo is... Jacco, ik weet waar je huis is, hè? Ja. Ik kom je opzoeken met je banaan. Oh, hij is echt een leugenaar. Het is gewoon een beer. Jacco! Jij bent echt een rat. We gaan Jacco nooit vertrouwen. Ik ben zo goed in liegen, jongens. Oh. Ik ben er heel slecht. Het hele vertrouwen in Jacco zijn we gewoon kwijt. Ja. Dat is gewoon een bruine beer. Oké, even zo doen, anders kunnen we zien wat het is. Ik ben hem niet, jij? Ik ook niet. Oh, oké. Okay. Ik ben hem. Oké. Okay. Het is een hele leuke ronde vorm. Paars. Kan in ieder geval niet mee rijden. Het gaat eigenlijk gewoon rechtdoor. Een paars ding waar je niet mee kan rijden en het zit eens rond. Ja. Leugenaar. Leugenaar. Hoe kan je... filmen, alleen niet rijden. Maar wat heeft hij dan? Heeft hij gelogen of niet? Ja, hij zelf. Hij kan in de... Nou ja, het was wel wauw. Hij kan... Ik weet niet of hij... Maar ik heb helemaal niks gekregen. Hij heeft niet gelogen of niet. Oh. Hij heeft niks. Nee, dat is stom. Dat is stom. Nee, je moet wel een keuze maken of je liegt of niet. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, bij mij niet. Nee, bij mij. Nou, jongens. In mijn doos hebben we Cookie Monster. Die aan het huilen is omdat er geen koekje in de doos zit. Die vind ik wel leuk om waar te zijn. Ja. En ik zie Brenda nog vooraan ook om dat te maken. Hij heeft stiekem gewoon leugens bedacht en dan... Ja, dat is waar. Hij heeft gewoon een boekje met leugens. Ja. De huigelaar. Hij heeft gewoon een huigelaarsboekje. Hij is een leugenaar! Wedden dat Cookie Monster een koekje heeft? Ik heb de waarheid gedaan. Ik heb ook waarheid gedaan. Ik heb gelogen. Het is geen Cookie Monster. Zie je, hij is een huigelaar! Hij heeft gewoon het laatste koekje van Cookie Monster gestolen en dit is hoe die erbij hangt. Oh, no, de llama. Hij hebben gewoon opgegeten. Ik heb hier het planetenstelsel met Uranus, de aarde, de zon en Pluto. En daarachter zitten allemaal sterretjes. Bestaat Pluto nog? Je liegt! Nee, Adrian, nou, kijk dan hier! Kijk dan! Daar! Nee. Kijk dan! Het staat er! Ik ga je niet kijken! Zie je, ogen open! Zie je? Het is een leugen, het is een leugen. Is het een leugen? Is het een leugen? 100 punten, het is een leugen. Ik kan niet anders. Ja, het is ook een leugen, want ik noemde 4 planeten en het zijn er maar 3. Oh, hey. Hey, goeie op. Ik hou ook echt een geluid en ik denk gewoon waarheid. Nee, hoezo? Ik heb gelogen. Er waren mensen die de waarheid hadden. Maar het was wel echt een planeet. Oké, dus dit is een huisdier die je kan hebben. In je huis, natuurlijk. Mag die ook in een doos, of niet? Ja. Daar zit hij toch al in. De Kia snapt de hele grap niet. Dit is een huisdier, die mag in een huis. Ik zeg ook in een doos. Kijk, denkt heel goed na. Ja, dat mag ook. Hij zit toch al in een doos? Nee, niemand die de grap snapt. Is die zo flauw? Okay. En hij speelt met een wollebal. Ik ga ook voor waarheid. Ja, ik zeg het een leugen. Nee, het is een beer.
Het huis deed het hem. Zie je? Oh my god! Oh my god! Heel goed, Kia. Oh my god! Ja, hij heeft balletjes wol. Hij wil het wel graag in de doos, dat zeker. Hey, kijk je die eerste staan? Kat wil sowieso heel graag in een doos. Niet kijken! Oh, jij bent. Ik keek niet. Ik heb niks gezien trouwens. Daar ben ik heel eerlijk in. Nou, ik maak een keuze. Nou, het is, speelt zich af in een zee met huis. Nee, ze liegt! Gekke la 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 monstertjes en die dansen op en neer. Dat is een beetje waterig. Ja, houdt van zeewater. Maar kan ook wel in het aquarium zitten. Vinden ze ook wel leuk. Ja, zeg gewoon wat het is. Nou, dat is wat ik zeg wat het is. Ja, maar dat is toch niks? Nou, of het waar is of niet zo. Er zijn leuke dansende monstertjes. Die koraaldingetjes in het water. Die dansen met huisjes erbij. Het is een leugen. Nee, ze heeft wel echt gelijk. Ja, ze heeft echt gelijk. Ik heb het fout. Ja, ze heeft helemaal gelijk. Het details, het is een leugen. Juist. Er zijn ook details. Wie zegt ja, dat? Ja, jongen, jouw hele leven is een leugen. Huigelaar? Je hebt ook zo'n huigelboekie. Ik ben gewoon eerlijk. Wie heeft er nou gewonnen dan? Geen idee. Kia! Kia, holy moly. Wat is het? Nou, goed verhaal. Mo? Hij moet nog selecteren. Oh, ik zie mezelf. Nou, dat was het. Ja, dat is de waarheid. Was wel een heel lang verhaal dit. Wat bedankt voor dit bonuspuntje. Nog nooit zo makkelijk geweest. Nee, deze was een leugen. Hey, jongens, dit is een leugen. Hij weet dat het kan komen. Is het een leugen? Ja, het ligt heel hard. Oh ja, maar ik hoop dat iemand een leugen zou schieten. Ja, want gelach als echt een leugen blijkt. Ja, en precies, ja. Want ik had net ook zichzelf. Ja, dat is toch wel een leugen, hoor. Oh! Dat is waar, hè? Echt een liegen. Ik zei het zo. Fantastisch! Oh my god, ik kan twee dingen hetzelfde voor elkaar hebben. Fantastisch! Die was echt goed. Die was natuurlijk goed. Iedereen ook echt een makkelijke bonus. Ja. Ik heb hier, even kijken, Blue was not the imposter. En die wordt eruit gestemd. Meer kan ik er niet van maken. Daarachter zit weer zo'n sterretjes... ding, zo zwart met stippeltjes. En that's it. Dus ik ga niet stemmen. Nou, je mag wel stemmen. Nee, want dan zien ze wat ik stem. Ja, ik kan er wel veel meer van maken. Maar dit is Among Us. Geprankt! Red was not the imposter in plaats van Blue. Ik had lying. Ik heb een punt. Geprankt! Maar dat is best wel lastig als je echt gewoon één ding... Heel veel is goed, maar dan één ding is fout. Dat is gewoon lastig. Hey, een goede prank, toch? Gelogen. Jacco heeft een huigelboekie. Dit is een grote hoed. Iemand met grote ogen. Met tranen of zo, wat is het? En een mond. En welke kleur? Ik weet niet wat het is eigenlijk. Een soort plant. Nee, het is een hoed, maar die hoed is een UFO. Ja. Ik vertrouw Jacco niet meer. Ik vertrouw Jacco ook niet meer, nee. UFO-hoed. Maar ik heb het gevoel dat het een beetje reverse psychology is en dat het wel waar zo is. Het lijkt op een gezicht. Hij spreekt nu de waarheid, denk ik, een keertje. Ja. Hij moet ook wel. Heeft iedereen de waarheid? Ja. Oké. Okay. Hey, Jacco, dit zijn toch gewoon van die chuk-chuks? Ja, maar het lijkt op een gezicht. Ja, is het ook. Dat is waar. Een hoed met een omgekeerde UFO. Het is de bedmobiel. Mijn bedmobiel. Ja, dat is echt gewoon too good to be true. Batman die zegt dat het de bedmobiel is. Dat vind ik veel te toevallig al gelegd. Dat is Jacco die zegt, ik ben niet meer kleurenblind. Ik zie alles. Inderdaad. En toch heb ik zin om waarheid te doen. Gewoon voor de gein. Want er is gewoon zo'n ding zit erin in de game, volgens mij. Ja. Jongens, gaan jullie allemaal liegen? Ik ga gewoon voor de gein, gewoon voor waarheid. Een leugen is te goed om waar te zijn. Wat ja, dit is wel echt te goed om waar te zijn. Ja, nee, misschien hè. En ik vind Brem ook niemand voor. Nou, dit is geen bedmobiel. Wel waar? Echt niet, dit is meer de Jokermobiel. Dit is toch geen bedmobiel? Misschien wel zijn bedmobiel. Nee, die hebben wij goed, Jacco. Nou, zou even de waarheid spreken of niet? Ja, dit is van La Casa di Papel, de kluis. Echt? Ja.
Mag ik kijken? Exacte kluisje van Lacazette. Mag ik kijken? Nee. Jawel. Nee. Waarom mag ik nou maar hij is wel dicht. De kluis is dicht. Ja, de kluis is dicht. Mag ik kijken? Ja, je mag kijken. Hij is dicht. Oh. Ik kan hem ook niet openen. Martina de Partigiano. Hij wil in de bouw, want de bouw is wauw. Nee? Ja. Maar heeft iedereen wat anders geschoten? Dus wat hebben jullie al gekozen? Ik heb op laai gekozen, want ik heb het gezien. Ik heb wel waarheid. Maar het is ook de waarheid. Ja, of de kluis is van de casa, dat weet ik dan niet, maar dat... Hij wil in de bouw, in de bouw, want de bouw is... Het gaat wel achter een bal aan. Heeft meestal geen eigen hok. Oh. Een mand, maar... Mand? Mand! Ja, dat betekent leugen. Korter. Bedoel je niet gewoon een kat? Weet ik niet. Ja, weet ik niet. Dan geeft dat hele ding het cadeau. Het is een vis, wedden. In een mand. Hij is wel voor vissen, ja, dat klopt. Huh? Wat? Nee, het is een lie. Ik weet niet of het waar is of niet waar. Het is gewoon de verdomde buurman. Oh, echt? Oh, oh. Jullie zijn echt slecht in raden. Dit is een doos. In 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 een doos. En daarin zit een doos. Wedden dat het gewoon één doos is? Wedden dat hij gewoon over zijn eigen leven praat, wat zo ingewikkeld is met dozen. Hoeveel dozen zei hij? We kunnen nagaan of die liep. Nee, het is een doos, in een doos, in een doos, in een doos, in een doos. Nee, je zei nu één keer minder dan net. Ja, leuk. Je inspecte Gadget Jacco hier, hoor. Het was een doos meer of minder, zei je net. Ja, nee, je moet wel goed... Hier, zie je? Ze zijn in de dozen. Ja, ligt hij heeft gelogen, ja. Zijn in de dozen. Hij heeft gelogen, maar het was dus wel de waarheid. Ik heb geen punt gekregen. Nee, omdat hij de waarheid sprak. Maar nee, hij loog wel. Hij zei niet... Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Voor het leuk, druk op het duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. We hebben geen vertrouwen meer in Jacco. Nee. Wat wil je worden als je rood en sterk bent? Niemand hoort het. Alleen je. Ik moet heel vaak over. Hoppa! Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en ciao!